Jasper Wouwkes, je speelde een heerlijke pot. Ja, ja zeker het eerste uur. Ik denk de laatste 20 minuutjes was het dan wat minder. En trainen haalde me er ook af. Ik denk misschien ook een beetje vermoeidheid. Maar ja, wel een lekkere pot inderdaad. Zeker als je dan zulke goals maakt, dan ja, dat blijft natuurlijk hangen bij de mensen. Maar op zich was het wel zeker een prima potje. Ja, jij zegt zelf al de laatste half uur misschien. Werd je wat nonchalant? Werd iedereen wat nonchalant? Ja, ik vind het nou niet eens nonchalant hoor. Maar ja, je probeert een beetje die mensen te lokken, omdat zij staan zo laag en het is moeilijk er doorheen te komen. Dus op een gegeven moment probeer je met wat kort spel ze lokken, zodat je er misschien doorheen kan voetballen, zeg maar. Mensen zien dat misschien als nonchalant, maar zo voelt het voor mezelf niet. Maar nee, ja, goed, inderdaad. Ik denk dat we gewoon de tweede helft misten we gewoon het baltempo om het publiek nog een beetje te vermaken. Ik denk, als je dan 3-4-0 maakt, dan is je enige plicht nog naar het publiek toe om 5-6-7-0 te proberen te maken, zeg maar. Je kan ook achteruit gaan, 4-0, het is prima. Je hebt uiteindelijk wel gewoon gewonnen, maar ik denk, ja, zo'n publiek blijft misschien dan toch het laatste kwartier hangen. En dat is zonde, want de eerste uur was wel gewoon prima. Maar ja, het is altijd, ze blijven kritisch en dat is terecht. Maar we willen zelf ook als ploeg 90 minuten lang voetballen. Maar ja, we zijn ook pas in de vierde week, dus ik weet niet of we het nu al kunnen. Maar goed, het moet volgende week gewoon nog beter, want het is weer een ander niveau. Je hebt er vandaag 3 gemaakt. Ik denk dat het tussen de tweede en de derde gaat als we het hebben over de mooiste goal. Welke vond je het zelf het lekkerst? Ja, klopt ja. Ja, eigenlijk vind ik dan toch die tweede het mooiste. Omdat ik, ja, zo'n dubbele 1-2 gaat gewoon helemaal door de verdediging heen, zeg maar. Ja, zo'n stiftje probeerde ik eigenlijk tegen Hercules dinsdag ook al. Ging je binnenkapaal eruit. Kijk, die is inderdaad ook mooi. Je weet dat die keeper daar een beetje richting de korte hoek staat. Ja, dat is het wel lekker dat hij er zo invalt, maar goed, mijn voorkeur gaat wel uit naar de tweede. Ik vind het mooi om zo er doorheen te snijden met dubbel 1-2 en ook met teamgenoten te combineren. Hè? Dus dat is wel de mooiste dan, voor mij. We hebben het vandaag over een bekerwedstrijd, gaat ergens om. Met alle respect, de tegenstander was natuurlijk van een ander niveau dan wat we straks gaan verwachten. Wat heb jij voor idee bij de tweede divisie dit seizoen en wat verwacht jij van Spakenburg? Ja, ik denk toch dat je het niet aan de goede vraagt. Ik heb zelf nog nooit tweede divisie gevoetbald, dus voor mij is het echt... heel moeilijk in te schatten. Ik vraag ook vaak aan Van der Neut en dat soort jongens die echt al heel veel ervaring hebben. Kijk, zoals in de Jupiler, daar voetbal je dan op een gegeven moment 6, 7 jaar. Dan weet je al, oké, je hebt voorbereiding gespeeld, je kent de ploeg een beetje, je kan het zelf een beetje inschatten. Dus voor mij is het echt heel moeilijk in te schatten. Ik kan nu wel iets zeggen, maar dan gok ik gewoon. Dus dat is heel moeilijk. Ik denk wel dat we goede spelers hebben bijgehaald die ook de ervaring in de tweede divisie hebben. Maar goed, we moeten gewoon als team naar elkaar toe blijven groeien, met elkaar echt het doen, zeg maar. En ik denk dat we moeten het team, dat moet het belangrijkste worden, denk ik. Als we echt hoge ogen willen gooien, dan moeten we het als team doen. We hebben daarvoor niet alleen maar individuele klassen, dat we het zomaar even kunnen doen zoals in de derde divisie. We konden daar echt op leunen, zeg maar. Ik denk dat we nu veel meer als team het moeten gaan doen. En ik zou het echt niet weten, sorry. Nee. In ieder geval heel veel succes en we spreken elkaar nog.